lieve mensen. We mogen de ogen sluiten en de handen op de benen leggen. Waarom we nu even zo zitten, heeft te maken met onszelf. Maar ook met alle andere mensen op deze planeet Moeder Aarde. Het heeft letterlijk te maken met de situatie in de wereld. Wij zijn allemaal op deze wereld. En we kunnen er allemaal aan meewerken als wij dat zelf willen. Gedachten die belangrijk zijn, ten goede de richting uitsturen waar leed is. Dat het leed verzacht mag worden. Op het moment dat die goede gedachte van u daar aankomt bij die persoon, is er een stukje verlichting, acceptatie, verandering. En die verandering die zo belangrijk is voor deze hele planeet, dat er vrede mag komen. En die vrede begint in onszelf. Laten we daarom proberen in onszelf die vrede te voelen. Zodat we ook werkelijk die vrede kunnen doorsturen naar iemand anders die het nodig heeft. En die het minder heeft dan wij. We proberen in ons hart alleen maar warmte te voelen. We proberen in ons lichaam een soort prettig gevoel te creëren. Dat we toch blij zijn. Dat we leven. Dat we accepteren welke klacht we hebben. Dat we begrijpen dat die andere wereld er altijd is. Dat we weten dat we allemaal een kind van God zijn. Dat we ook mogen voelen dat er medemensen zijn die het goed met ons nemen. Laten we daarom proberen nu die warmte te voelen die de andere wereld ons probeert te laten voelen. Als we meewerken, is dat mogelijk. Mogen we nu heel even doen. En die rust die we nu voelen rondom ons geeft kracht. En vaak wordt er ineens in een stilte een verandering aangebracht. In rumoer, geweld, geluiden die minder prettig zijn. En als er inderdaad ergens iets gebeurt wat een hels kabaal geeft, is het heel moeilijk om het helse kabaal om te zetten in iets zachts. Dat zijn dingen die realiteit zijn.
Wij worden al verward als we beelden zien op de televisie. Laat staan als we er zelf bij zijn geweest. Beelden die ons bijblijven. En één van die beelden is misschien juist die ingang die we nodig hebben om die kracht te krijgen om te beseffen dat wij het beter hebben dan daar. Laten we proberen die beelden van een kind dat honger heeft. Vluchtelingen. Om te zetten. In liefde.